Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. We hebben vrij veel wolken boven Nederland en uit die bewolking vallen ook buiën regen met lokaal onweer, maar boven de Noordzee liggen wat opklaringen voor ons klaar en die winnen in de loop van de komende uren wat terrein. Wolkenvelden houden de overhand vanochtend 13 tot 15 graden en een meest matige noordwestelijke wind. Ook vanmiddag nog kans op een enkele bui, vooral in het zuidoosten met de onweer, hier en daar wat zon en temperaturen tussen de 18 en 20 graden. En het blijft vrij rustig met de wind ook vanavond. De buien misschien nog in het zuidoosten, maar langzaam wordt het op steeds meer plaatsen droog. En tijdelijk klaart het ook nog wat meer op. 14 tot 16 graden is het vanavond. Dan morgen wolkenvelden in het noorden met wat motregen. Verder geleidelijk ook wat zonneschijn. En in de loop van de dag hier en daar misschien nog een enkele laatste bui. 17 tot 20 graden hebben we dan op de thermometers. En die temperatuur gaat nog een stapje terug op de zondag. 16 tot 18 graden is het dan. Maar de zon schijnt regelmatig, vooral in de middag, en het blijft droog. Ook maandag is het waarschijnlijk droog. Dinsdag is de onzekerheid wat de weersverwachting betreft vrij groot. Misschien dat er dan zelfs wel even een storing met wat regen overtrekt. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.